Dat Battert hebt u na 8 maanden ook wel gezien, denk ik. Heel lang, ik heb hier elk hoekje van de kamer heb ik gezien. Ik heb het helemaal gehad. Jan heeft artrose. 8 operaties onderging hij. En bij de laatste werd hij ook nog besmet met een bacterie. Nu kan hij door de rugklachten alleen nog maar liggen. Dag in, dag uit. We zijn door middel van de beste dokters zijn we op heel de wereld aan het zoeken geweest of dat er nog een mogelijkheid was voor een operatie of iets dergelijks. Het is gebleken van niet. En dus het enige wat overblijft is therapie. Met de auto naar een therapiebad toe gaan, dat kan Jan niet. Dat is al te veel. En daarom moet het bad in zijn achtertuin komen. Dan kan Jan met de fysiotherapeut oefeningen doen. Dan kan hij in ieder geval weer iets. Kleine stukjes lopen met de rollator. Mijn eigen verplaatsen met de rolstoel of met de scootmobiel. Dan kan ik weer gewoon onder de mensen komen. In juli bracht Omroep Brabant het verhaal van Jan. Sindsdien is er veel gebeurd. De inzamelingsactie van zijn vrienden sloeg aan. €60.000 voor een bad in de tuin. Daar ging het om. Heel veel mensen doneerden. €45.000 in totaal. Hier zit het bad onder. En straks wordt Jan met een soort van een badlift wordt hij in het water gelaten. En dan kan hij verder zijn oefeningen doen. Dat bad, dat komt er. Maar het waren vooral de kaartjes die Jan en zijn vrouw er doorheen sleepten. Geweldig. Het heeft heel veel losgemaakt. Vooral mensen die ons een hart onder de riem willen steken. Die opbeurende berichtjes schrijven. Ook mensen die zelf ook het een en ander meegemaakt hebben. In november hoopt Jan voor het eerst in zijn bad te gaan.